Ook vandaag trekken weer talrijke winterse buien over het land. En komende nacht kan op sommige plaatsen zelfs een flink laagje sneeuw vallen. Ook vanmorgen was het op sommige plaatsen al wit in Nederland. Zoals hier in Doesburg. Het stadje was bedekt met een dun laagje sneeuw. Misschien dat het er morgenochtend ook wel weer wit uitziet in dit deel van Nederland. Vandaag trekken talrijke winterse buien over het land. Afgewisseld met opklaringen. En voorlopig gaat dat nog wel eventjes door die winterse bui. Want de wind uit Noordwestelijke richting voert dus nog altijd koude lucht met buien aan. En vanavond laat en vannacht, dan trekt deze neerslagzone over. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Morgen weer een aantal buien, mogelijk winters. En dan richting de donderdag. Nou, dan moet het allemaal wat rustiger worden in onze omgeving. Vandaag af en toe een fel doorbrekende zon, maar enige tijd later valt er toch weer flink wat sneeuw en hagel uit de lucht naar beneden. Temperaturen tussen de buien door op een graad of 5 uitkomen, het is vrij laag voor de tijd van het jaar. En zeker aan zee waait er een forse noordwestenwind. Maar ook in het binnenland kan bij buien de wind even fors uitschieten. Vanavond wordt het wat rustiger. Er is nog steeds wel een enkele winterse bui aanwezig, maar landinwaarts koelt het al vrij snel af tot in de buurt van het vriespunt. En vannacht dan dienen zich nieuwe buien aan. In de kustprovincies, bij een fors aantrekkende wind, gaat de neerslag in regen over. Temperatuur weet er op te lopen, naar misschien wel een graad. Maar in het binnenland liggen de temperaturen rond het vriespunt en gaat het een tijdje sneeuwen. En vooral in het oosten, deels midden en zuiden van het land kan er later vannacht wel een paar centimeter sneeuw vallen. En daar hebben we dan ook morgenochtend nog even mee te maken. In de loop van de dag zorgt de sterke aprilzon ervoor dat de sneeuw wel smelt. Ook omdat de temperatuur oploopt naar een graad of 7. Verder valt er overdag nog een enkele bui. Mogelijk met een winterskarakter met wat hagel of natte sneeuw. In de nacht naar donderdag gaat het dan licht vriezen. Overdag is het droog met af en toe zonneschijn en een graad of 8. En ook de dagen daarna liggen de temperaturen op een vrij laag niveau voor de tijd van het jaar... En met name in het weekend moeten we toch weer rekening houden met enige regen. Fijne dag verder.